Assalamu alaikum mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Als ik later groot ben, de podcast. Vandaag, van het tweede seizoen, de tweede aflevering, ik heb hier een hele speciale gast. Maar ik heb eigenlijk dit seizoen alleen maar speciale gasten, maar dat gaan de kijkers snel zien. Ik ben hier namelijk met Kees de Koning. Hoi. Welkom. dank je. Hoe is het met je? Het gaat uh, schangetje. Goed om te horen. Ik hoop dat je het leuk vindt om hier te zijn. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Dank je wel voor de uitnodiging. Goed om te horen, graag gedaan. Um, ik start normaal altijd met dezelfde vraag, maar vandaag heb ik een andere vraag. Hè. Oh. dat is: uh, Ben jij nou echt de plug? Nee. Niet? We kunnen het u me de wereld vertellen. Ik weet, moet jij me vertellen wat je bedoelt met de vraag. Nou ja, ik hoorde altijd, ik, denk, ik, dacht, ik dacht altijd, hè, wie is Kees de Koning nou? En ik hoorde het in een liedje van Frenna, Kees de Koning is de plug... Een heel... Waar komt dat vandaan? Ik heb, moet je echt naar Frenna vragen. <laughs> ik vind het. Uh, plug betekent natuurlijk een soort van. Uber Kingpin of zo. En Frenna uh, heeft dat liedje toegemaakt. Ja, ik, uh, ik was wel uh, vereerd. Het is vaker zo dat je, dat je wordt genoemd in, in liedjes. Hoe kijk je daarnaar? Uh, ja, ik vind dat heel tof natuurlijk. Kijk, ik ben um, dit wat ik doe gaan doen als fan van muziek. Dus het hoogst haalbare is eigenlijk dat je. Een rol krijgt in die muziek. Dus wat dat betreft vind ik het altijd heel leuk. Ja, je komt namelijk van de radio. Ja, klopt. Je dat al, eerst altijd radio gedaan. Hoe ja. is dat? Radio. Ja. Volgens mij is dat heel veel stress. Nee, valt wel mee. Kijk, radio is. Uh, toen ik het maakte en de manier waarop ik het maakte. of ik, ik deed altijd met, met andere mensen samen. Uh, was echt een creatief proces. Maar wij mochten zelf weten wat we deden. en wat we draaiden. welke liedjes. Dus in die periode dat ik radio maakte. was. Uh, uh, begin jaren negentig was geen internet. Dus voor, voor mensen die geen zit waren in hip-hop, was het radiostation eigenlijk gewoon alles. Dus wij zorgden dat we alle, allemaal excessieve nieuwe muziek hadden. Maar we nodigden ook artiesten. Er waren geen artiesten in Nederland, rap-artiesten die muziek uitbrachten. Dus wij nodigden die artiesten uit in de studio om daar hun demos live te doen. Of ze maakten speciaal liedjes voor ons. Dus het was voor, voor mij echt een heel erg creatief iets. Ik realiseerde me later pas hoe uniek dat was. Maar nu, als je, denk als je bij de radio werkt. ben je vooral iemand die praat tussen plaatjes door die door een computer worden uh, opgestart. Maar wij, wij draaiden, ja. Uh, wat ik zeg, we lieten muziek maken. We, uh, we haalden overal alles vandaan. en bepaalden volledig zelf wat we wilden draaien. Dus dat, dat, dat is heel leuk. Maar dat was is nu het... meer podcast, is meer die vrijheid. dat je gewoon kan doen wat je wil. Dat was eigenlijk voor ons toen radio. Was het in een tijd als toen moeilijker om als het iets door te breken? Heel moeilijk. Ja. En hoe heeft u, of hoe, hoe heb je, sorry, ja. <laughs> ik blijf maar u zeggen. Ja. Uh, hoe heb je dat toen, toen meegemaakt? Als je dan ziet dat er nieuwe artiesten doorkomen, je maakt dat natuurlijk mee vanuit de radio, hoe is dat? Uh, nou, de artiesten, uit Nederland kwamen er toen niet echt artiesten door. Dus er waren geen platenlabels. Uh, dus er waren wel artiesten, Ik bedoel uh, Marco Borsato brak in die tijd door of zo, zou ik maar, zeggen. maar ik, bedoel, ik had niet zoveel interesse... De muziek die ik interessant vond, die, die bestond alleen maar uh, uh, die, bestond, die bestond niet op de radio, die bestond niet in, in, in platenwinkels en zo. Die bestond alleen maar op feestjes en uh, ja, met, in een soort kleine groep mensen die er echt mee bezig waren. Is dat voor jou een reden geweest om toen de tijd topnotch op te zetten? Die, dat is precies de reden geweest. Dus een van de artiesten, uh, Extince, uh, heet hij, waar die, die vaak bij de radio langskwam, die vaak ook liedjes maakte voor de voor De radio, die had een, uh, een liedje gemaakt samen met DJ Knowhow en dat was de DJ waarmee ik samen dat radioprogramma maakte, dus zo dichtbij was het en die had het eerste liedje gemaakt uh, wat, uh, wat ik op toepassing heb uitgebracht, dus het, was echt, het kwam echt voort uit de radio, ja. En hoe kom je, hoe kom je dan terecht in zo'n wereldje? Het lijkt me niet per se dat je vanaf, vanaf jongs af aan denkt, ik wil op de radio werken, of misschien is dat natuurlijk wel zo geweest, maar in een tijd als dit is dat redelijk. Niet, niet meer normaal om te zeggen van ik wil radio DJ worden. Ik wilde ook geen radio DJ worden. Niet per se. Uh, ik was uh, gewoon heel erg opeens. Uh, toen ik op de middelbare school. Uh, leerde iemand, uh, uh, liet iemand me allemaal hip-hop horen. En ik was obses. Ik vond het heel tof. Dus ik ben echt vanaf dat moment. Uh, ja, ik me volledig daarop gefocust. Dus ik ging alles wat ik maar te weten kon komen. daar ging ik achteraan. Dus ik ging naar platenwinkels om te kijken welke. Um, dat was de enige om te zien welke Amerikaanse artiesten er zijn. Er waren geen tijdschriften of dat soort dingen. Dus heel veel research gedaan. En um, toen. En ik luisterde. En een belangrijke bron van informatie was toen. waren radio shows uit Amerika. Die. Ja, en ik wilde dat doen wat zij deden. Ik wilde niet radio DJ worden. Ik wilde gewoon hip-hop draaien. Ja. En toen ben ik naar de. Uh, Eerst voor een soort lokale uh, radiostation in Amsterdam, Amsterdam FM, uh, ben ik daar een, een programma gemaakt. En van daaruit uh, ja, heb ik naam gemaakt voor mezelf en uh, leerde ik artiesten kennen. En daardoor op een gegeven moment uh, bij de VPRO, waar ik terecht kwam, uh, vroegen ze me ook van, hey, kan je niet voor ons ook dan interviews doen of dingen maken? En toen heb ik heel lang moeten knokken om uh, jarenlang, heb ik gezegd, je moet een radioprogramma uh, komen. En dat heeft heel lang geduurd en toen uiteindelijk kregen we die kans. Er was dus wel iets anders voor nodig. Je hebt dus ook interviews gedaan. Voor je op de radio kwam. Ja, ja, ja zeker. Voordat ik een eigen programma had. Ja. Is er een uh, favoriet interview dat je hebt? Uh, goed. Moeilijk. Er zijn er zoveel. En, en, en sommige dingen zijn. Uh, um, nee, ik kan niet één artiest noemen. Ik denk uh, Jay-Z was heel bijzonder. Woet en Klein heb ik toen geïnterviewd. Echt op de Clipshoot van uh, een van hun eerste video's. Dat was, dat was ook heel tof, omdat ze allemaal bij elkaar waren toen nog. Je bent er dan al heel vroeg bij. Ja, dat is echt zeker, heel ja. en, uh, Maar ook heel veel andere. Uh, dus ook bijvoorbeeld, ik heb tijd. Toen ik eenmaal ging interviewen, uh, ging ik ook andere mensen die ik interessant vond. Ik, uh, voordat ik naar hip-hop luisterde, luisterde ik heel veel naar jazzmuziek. En ik vond dan ja, Sonny Rollins is dus een hele beroemde saxofonist. En die kwam dan in Nederland. Dacht ja, ga ik ook interviewen? Dat is gewoon voor mij een ja. manier om. Ja, eigenlijk bij mensen te praten die ik interessant vond. En Ik gebruikte die uh, recorder meer als een soort uh, trucje om gewoon interessante mensen te ontmoeten en te leren van dat, van dat soort mensen en hun ervaring. Ben je blij met de keuze die je hebt gemaakt richting, het, richting uiteindelijk topnotch? Ja, zeker. En hoe stel je voor, je maakt dan een keuze die, 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 die niet goed uitpakt? Hoe ga je daar dan mee om? Uh, ja, dat hangt heel erg ervan af. Ik, ik, probeer een algemeen antwoord te, te bedenken. Ik, ik, ik kan wel heel slecht tegen me verliezen. Dus in de zin van als, iets, als ik iets eenmaal bedacht heb, ik denk best wel lang na, heb ik het idee over dingen die ik doe. En dus als ik eenmaal iets doe, dan uh, geef ik niet zo snel op. Ook al lijkt het een slecht idee. Uh, maar ja, als iets echt een slecht idee is, dan uh, op een gegeven moment moet je het ja, kan je er maar beter mee stoppen natuurlijk. Als, het dingen, als dingen je meer energie kosten dan dat je oplevert en dat er geen. Uh, ja. Dat je het niet ziet lukken. Maar ja, meestal. Uh, ik werk ook heel veel samen met andere mensen altijd. Dus alles wat ik bedenk is altijd met, met mensen. Dus het, het idee kan ook wel goed zijn, maar het kan ook zijn dat iemand anders het idee gewoon niet zo uh, ziet. Of, of dat iemand gewoon op een andere plek in zijn leven is. Uh, dus er zijn al verschillende redenen waarom dingen soms niet lukken. Anders dan dat het idee niet goed is. Ja, en als we dan teruggaan naar toch dat naar die jonge case, die kijkt naar een ooit een volwassen case. Wat had je van jezelf verwacht dat je zou gaan doen? Um. Voordat, voordat hiphop in je leven komt en dat heel een ding, allemaal een ding wordt. Ik was altijd heel veel aan het tekenen. Uh, ik, de, ik denk voor de tijd wilde ik ook. Uh, of Stripboeken maken of kinderboeken uh, uh, illustreren en zo. Dat is wat ik heel lang wilde, wat ik echt heel leuk vond. Uh, ja, ik weet niet waar dat mis is gegaan, maar dat is te <laughs> vet geworden in ieder geval. En toen kwam hip-hop op mijn pad. Dus ik denk, ik was al best wel jong, ook om mijn twaalfde ben ik gaan, had ik al een, uh, zullen we zeggen, een baantje dat ik uh, tekeningen mocht maken voor, uh, voor een krant. Uh, dus ik was wel heel snel wel gemotiveerd om dingen die ik, als ik iets leuk vond, om er dan heel goed in te worden. En het idee van je kan gewoon meedoen. Ofzo. Dat was wel toen dat, dat was heel toevallig, mijn, mijn, mijn moeder die, uh, die uh, deed een opleiding. Die, die leidde mensen op, zo zich, die in buurthuizen en die met jongeren werkten. En er was één project waar ze uh, kinderen leerden koken of zo. En toen had ik een logo gemaakt. En toen liep er, was er iemand van een krant en die zei: Wat kan je goed tekenen? Kan je niet bij ons komen? Ja, zo, zo simpel toch? Dat is het dan. Maar goed, dat was wel dat ik dacht van: Ik was twaalf, ik verdiende gewoon opeens een paar honderd gulden. met het maken van een tekening. Dus ik voelde me wel de man of zo eventjes, ja. Uh, en toen kwam hip -hop. Dus daarom denk ik ook: toen ik hip-hop dacht, ik ga gewoon de radio bellen. en ik ga een ruime programma maken. Ik, ik had toen al het idee van: Je moet gewoon, uh, je, je moet gewoon onder, dingen doen. Dat is hoe je dingen voor elkaar krijgt om het gewoon maar te gaan. Uh, uh, ja, gewoon maar doen. Is dat iets wat je altijd hebt meegenomen in alle dingen die je hebt gedaan? Dat blijven werken om datgene wat je in je hoofd hebt te laten lukken en het gewoon maar doen? Ja, dat denk ik wel. Ja, beter laat het maar zien in plaats van erover te vertellen. En hoe belangrijk is het dat je, uh, in jouw geval, je hebt het al, uh, nu net over de samenwerkingen die je altijd aangaat. Hoe belangrijk zijn die samenwerkingen, dus de mensen om je heen in dat proces? Ja, heel belangrijk. Uh, uh, wat wel ook zo weer lastig is soms. Dus het is. Uh, 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 ik heb wel in die samenwerkingen ben ik wel vaak degene die de, het initiatief neemt. Dus we, word je ook automatisch degene waar iedereen naar kijkt als er een beslissing gemaakt moet worden, als je begrijpt wat ik bedoel. Okay. Daarmee ben je niet meteen de baas. Maar je bent wel degene die de meeste last draagt. Uh, maar ook degene die het meeste voorop loopt. Dus ik, daar ben ik heel erg aan gewend geraakt. Of dat lukt misschien ook wel zo geforceerd, misschien kan ik het ook wel niet anders. Uh, en dat, uh, uh, ja. Dat, dat, ja, je moet de juiste mensen om je heen verzamelen natuurlijk, die, die, die dat ook accepteren uh, van je. Maar ook mensen die je, die je tegengas geven en die zeggen van, het uh, klopt helemaal niet, weet je, wat je doet of wat je zegt, of het is allemaal die kritisch zijn. Is dat, is dat lastig om die tegengas te moeten ontvangen? Of was dat in het begin lastig? Te ontvangen? Ja. Uh, ja, dat weet ik niet. Ik denk beter over mezelf dan dat ik waarschijnlijk ben. Dus Ik zou zeggen dat ik het daar heel goed om kan gaan. Maar ik kan niet zo goed tegen kritiek, denk ik ook. Maar ik heb dat wel weer geleerd. Ik kan me voorstellen dat ik dat vroeger echt lastiger vond. En wat heeft ervoor gezorgd dat je dat bent gaan leren? Ja, je, als je ouder wordt, raak je gewoon gewend aan alle vervelende dingen. Want ze gaan niet weg. Maar neem je dan, neem je dan ook echt serieus als je tegens wordt gegeven? Wat? Of heb je toch nog wel stiekem dat idee in je hoofd... en hoe je het wil gaan uitvoeren? En dat is ook hoe het gaat gebeuren uiteindelijk. Zo, het hangt vanaf wie het is, toch? Je je doet het samen met je broer... en je zegt, van, ja, voor mij heel belangrijk dat iemand eerlijk is naar mij. Je hebt het nodig om mensen om je heen te verzamelen. Je weet natuurlijk donders goed dat je wordt alleen maar beter wordt... als je echt eerlijke mensen om je heen hebt. Wat niet wil zeggen dat als je broer een keer wat zegt waar je het niet mee eens bent... dat je denkt, ja, ja, nee, neem ik mee voor de volgende keer. Dat je denkt, ja, whatever. Ja, ik heb het vaak nog meegemaakt. <laughs> ik kijk hem ook gelijk aan. Hij gaat, het, hij gaat het er zo nog wel over hebben, hoor. Dat weet Tuurlijk, ik nu maar goed, uh, het, dus dat is, ja, ja, het is fijn om, om... Het is, denk ik, noodzakelijk eigenlijk... om dat soort mensen om je heen te hebben... Uh, die, die, die kritisch zijn en eerlijk zijn. En natuurlijk ben je niet altijd met elkaar eens. Dat is logisch. Maar het is wel fijn dat mensen die ruimte voelen... en dat, 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 en dat je dat ook serieus neemt. En hoe is dat op de radio? Want alles is daar natuurlijk live en alles is gebeurd ja. in het moment. Ja. Hoe, hoe gaat het daarin? Met het krijgen van kritiek en dingen in je programma meenemen. Je hebt dan wel je eigen programma, dus ik denk dat dat een stuk een beetje anders gaat. Of ja. ja, het is wel dat heel zien? lang geleden, dus ik moet even teruggraven. We waren wel echt, of ik was wel ook irritant, denk ik, voor hun. Irritant <laughs> kritisch. Maar we gingen altijd na. We deden een show van drie uur. En dan gingen we, daarna gingen we in de auto die hele show weer naluisteren. Om te luisteren welke dingen konden beter, wat ging goed, wat ging niet goed. Gewoon uh, echt obsessief ermee bezig. Ja, ja. I, in, in ieder geval, in ieder geval en ik waren zeker zo. Hij was, was de DJ. eigenlijk ook altijd luisteren naar al zijn dingen. En dat was, dat was de, maar ik, de eerste keer dat ik het deed, vanaf dus, volgens mij, ergens midden jaren negentig tot... Uh, tot 2000 of zo. En daarna heb ik het nog een keer met DJ Wix en Andrew Mackinga gedaan. Maar toen was ik ook alweer wat toen was het leeftijdsverschil groter. Dus ik was echt wel denk ik uh, nou sowieso tien jaar ouder of zo meer dan Andrew. Dus uh, en ja, daarvoor had ik echt het idee dat ik soms een beetje was, hey, waarom heb je dat nog niet af? Of waarom heb je dat nog niet voorbereid of zo? Een beetje. Uh, dat was misschien weer een ander. Maar dat is, dat is toch met leeftijd en ervaring is dat toch sneller, denk ik, dat mensen dan denken van ja, doe jij het maar of zo. Is het op de radio al dat je bezig bent met het herkennen van talent of zoeken naar talent? Je? je bent natuurlijk bezig met het maken van, of uh, nou ja, het draaien mm. van muziek. Ik was alleen maar bezig, de, dus we deden op zondag en op vrijdag. Ik van, maar even op, de hele week was ik bezig met nieuwe muziek zoeken voor die uitzending. In, 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 in en was dat, waren dat dan, was dat dan muziek van Amerikaanse gevestigde artiesten? Voor ons gevestigde artiesten, maar ook nieuwe okay. artiesten. Nieuwe artiesten, denk ik met allemaal Amerikaanse artiesten nee, misschien af en toe iets Engels, maar voornamelijk allemaal Amerikaanse artiesten. Dus allemaal op zoek naar welke releases zijn er. Er was geen Spotify. er was geen... Dus je moest echt in de platenwinkels. En er was de ene platenwinkel had weer andere platen dan andere. Die importeerden bij een andere plek. Dus je moet echt zoeken, 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 zoeken. Dat is dan wel een klus. Is het de radio DJ's van nu niet gewoon heel makkelijk gemaakt? Zeker, heeft? daarom is het ook zo saai wat ze doen. Maar nee, en wij waren ook gek. Wat we deden, deed niemand. Wij deden, wij deden iets heel raars. Daarom was het ook heel tof. En ik denk dat als je, dat is wel leuk, nu door die jaren heen ontmoet ik nog steeds mensen die. Het, uh, min of meer zijn opgegroeid met dat radioprogramma, voor wie het heel belangrijk was. En dan is het, dan vind ik het heel leuk en heel waardevol al die tijd en energie die daarin heeft ge, ge, uh, gezeten. Maar in principe inderdaad altijd op zoek naar talent en ook op zoek naar. En toen ik achterkwam dat in Nederland ook meer en meer mensen uh, muziek aan het hip-hop aan het maken waren, was het ook van, ook op zoek naar daar naar talent. Weet je, want dan konden wij als eerste, wilden die dat, dat moesten we in de show hebben als iemand in Tilburg een rapper was, waar iedereen in Tilburg het over had, dan moesten wij wel op een soort manier. Een demo van hem draaien. Dus je was ook daarmee bezig van hoe, hoe, wie, wie is in welke regio uh, nu hard aan het gaan en uh, met wie moeten we afspreken. En wanneer kwamen de eerste Nederlandstalige artiesten? Uh, nou, je hebt de ostroop die worden gezien als echt een van de eerste. Die in muziek hebben. muziek zijn echt de eerste die ook platen hebben uitgebracht. Dat is, uh, ik weet niet wanneer dat was, dat is volgens mij uh, uh, ook begin negentig of zoiets. Ik had er alleen zelf niet zo heel veel mee. De eerste keer überhaupt dat mijn naam in een track genoemd werd, was door de Oslo-Possie. En was namelijk een dis naar mij. Ja. <laughs> Zo, maar. Dat gebeurde uh, toen de tijd veel, toch? Die dis's ja, naar elkaar. Dat was, en... wel, wel, was, wel, was wel aan de hand, ja. En. Uh, uh, sorry, wat was de vraag nou ook weer? De Nederlandse. Ja, dus de Oslo-Possie yes. was eerste. En Extint was, uh, was. De eerste die. Uh, ja, het echt goed deed, vond ik. En daar is ook de eerste artiest die. We hebben uitgewacht op Top Muts. Dus de eerste top 10 hit van een Nederlandstalige rapper was van Extinct Spraakbaar. Dus voor mij was hij echt. Uh, ja, de, 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 de allerbeste. En de, nou goed, In ieder geval de eerste met de plaat. Maar voor Osterpossie, toen ik uh, 14, 15 was, weet ik nog dat. Uh, Dev Rijms. Uh, die zat toen in een crew, Supersonic Crew. Die, was ook, die deed allemaal Nederlandse tracks, maar die bracht geen muziek uit. Uh, dus die was voor mij de eerste die ik ooit in Nederlands heb horen rappen, was Dev Rhymes. Oké. Okay. En. Um, is, dat, is dat naar topnotch gaan, dus een top, topnotch oprichten? Is dat gelijktijdig met op de radio nog werken? Uh, ja, volgens mij een beetje wel. In 1995 heb ik topnotch opgericht. Dus ik denk, ik werkte toen nog wel op de radio ook, ja. En waren jullie het eerste plaatlep? Uh, nee. We waren zeker niet het eerste hip-hop label, waren we ook niet? Uh, dat, wat, dat is inderdaad wat ik bedoel. Ja, dat de, dacht is, ik al. Het eerste e e e hip-hop label sorry. was Jax, D-J-A-X. Daar zat dan Osdorp Possi op. Oké. Okay. En, uh, en die hadden heel veel, heel veel andere artiesten ook, maar dat was de, uh, uh, ook een. Uh, damn, was een rapgroep. Maar goed, anyway. Dus wij waren niet de eerste. Nee. Oké, okay, en dan wordt op een gegeven moment. Maar de eerste zijn opkomt. is niet altijd. Het Hoeft ook niet per se te De belangrijkste te <laughs> nee, zijn. <laughs> nee, precies. Je Zolang de je maar kwaliteit, ja. kwaliteit levert. Ja. Um, op een gegeven moment komt de dus stopnotch. Ja. Richt je dat samen met XT's op? Of is dat wel. Of is hij gewoon de eerste artiest onder het label? Hij is de eerste artiest onder het label. Ik heb dat toen opgericht samen met twee andere mensen. Omdat ik ook niet wist, hoe begin je een platenlabel? Dus ik had een, uh, een, een vriend van mij toen, die had een, uh, die importeerde uh, skatekleding. En, uh, en Noah had een vriend van hem, die, uh, had, die had een platenlabel. Die bracht Hou eens plaatjes uit. Dus ik dacht van, nou, deze weet van ondernemen. Deze weet van hoe het werkt in de platenindustrie. Ja. En toen zijn we dat met z'n drieën, het label, begonnen. Maar eigenlijk vrij snel merkten we dat van, ja... Dat het echt mijn ding was en ik was met niks anders bezig. En zij deed het echt een beetje erbij. Dus toen hebben we afgesproken. Zij zei, nou, wij stappen er weer uit. En ze zegt uh, jij moet dat gewoon in je eentje gaan doen. Uh, dus toen ben ik alleen verder gegaan. En maak je vanuit daar een doorstart. Want je bent dan ja. alleen. Ja, maar dat inmiddels wist je... ik, ik had ze ook niet. ik bedoel, het, was, het was ook helemaal niet uh, uh, we hadden één single uitgebracht. Hè. Het was ook niet een soort onderneming of zo. Okay. En uh, het was juist goed dat ze ermee stopte, Omdat ik was eigenlijk een beetje gefrustreerd. over het feit dat het niet. Ja, het, dat, dat, ik vond dat ik er veel, veel uh, harder aan werkte dan zij. Dus het was voor mij alleen maar fijn. Ik had geleerd hoe het werkte. Weet je, hoe, hoe, welke dingen erbij komen kijken. En uh, kon het gewoon mijn eigen visie verder uitvoeren. En op dat moment, zag je het op dat moment ook al als iets positiefs? Dat zij een beetje kapte? Zeker nee normaal was mijn vraag aan hen. Ik, okay. ik zei oh, okay. van, van, ik vind, voel me er niet fijn bij. En zij waren, vond ik... Uh, ik denk dat ze daar jaren later nog wel eens hebben gedacht van... Hmm, dat was nou een goed idee. Uh, ik denk nog steeds dat het een goed idee was. En ik denk dat het gewoon heel frustrerend was geweest. Maar uh, nee, dat was heel lief. Dat ze gewoon zeiden, nee, we snappen dat. En uh, prima. En uiteindelijk en dat is rond welke tijd? Aan 95 ook in en... het eerste jaar. Gebeurt. Oh, dat is in het ja. eerste jaar gelijk al. Ja. Uiteindelijk maak je een aantal singles. Vanaf waar kunnen we zeggen dat het succes van Top is begonnen? Nou ja, voor mij begon het al met die eerste single. Want die was meteen een top 10 hit. En eigenlijk toen uh, daarna... Uh, ja, het was een hele andere tijd. Hè. Dus we moesten daarna nog een single. Uh, dat duurde ongeveer een, denk, een jaar of zo voordat we een liedje uit hadden weer. En uh, daarna nog weer anderhalf jaar voordat er een album klaar was. Dus het was, het was. Maar ja goed, alles wat we deden in die tijd was extinct. Ik heb toen ook Postman getekend. Dat was een uh, Engelstalige uh, groep uit Rotterdam. Die hebben reggae en hiphop uh, mengden. Die, en die, die scoorden ook hits. Dus alle die, die liedjes die we van hun uitdagingen, kwamen ook in de top 50 terecht. Dus eigenlijk vanaf het begin, en toen ging ik met Dev Rhymes werken, want dat was de eerste rapper die ik ooit had gehoord in Nederland. Daar ja, was ik echt als kind, of, ja, 14, 15-jarig, heel erg fan van. Dus ik dacht, ja, ik moet hem, hij verdient het of zo. Dus ik ging ik met hem werken. Dat werd de eerste nummer één hit. Doe cool. uh, <laughs> van, van, dus vanaf het begin was er eigenlijk de hele tijd best wel veel succes. Alleen we brachten relatief weinig muziek uit, want er was, vond ik, ook niet zoveel uh, talent uh. per se. Wat het kon opboxen. ik had zoiets van dit zijn de twee beste, dus ja, als je niet beter bent dan hun, waarom zou ik dan de tijd erin stoppen? Precies. En, uh, en toen eigenlijk, uh, nou die, toen, toen was, uh, om die reden was ik ook een beetje aan het twijfelen of ik er wel mee door moest gaan. Toen dacht ik van, uh, we hadden heel veel successen gehad, maar ik zag geen nieuwe, nieuwe groepen, zou ik zeggen nieuwe artiesten en mijn relatie met uh, Extents en met Postman. Dat ze ook niet per se, uh, uh, ja, is gewoon heel zakelijk. Of zo en die vonden die vonden, want ik deed het in mijn eentjes, dus die vonden soms ook wel dat, de, denk ik, van uh, dachten ze ook wel van hebben we dat nou wel slim gedaan om met een plaatlabel te gaan werken, waar maar één iemand zit en, ja. Uh, uh, goed, achteraf gezien ben ik denk van, jezus, ik heb in mijn eentje gewoon al die dat allemaal voor elkaar gedaan, uh, dus maar goed, dus toen ik was ook een beetje dacht van ja, als, als ik, had, ik zie geen nieuw talent, toen dacht ik nou, misschien ga ik er wel mee stoppen. Dat is in 2000 of zo. Toen heb ik wel voor het eerst overwogen. Of misschien, van nou, misschien is het wel mooi geweest, ga ik weer wat anders doen. En wat is dan voor hun toch de reden geweest om bij Topnotes te komen? Nou, nee, ik denk dat de reden dat ze kwamen bij Topnotes was heel logisch. Want niemand. Oh, nou, die bij Extint wilden wel heel veel labels werken toen we die demo hadden. Maar Extint was. Uh, uh, ik denk dat hij gewoon heel erg vertrouwen had in, 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 in mij. En, uh, en nou ja, terecht, want ze hebben, we hebben dat thuisgebracht. En we Postman die hadden ook wel. Andere labels, maar ja, die zagen ook wel de succes wat ik met Extinse had. Ik denk dat ik heel overtuigend kon zijn uh, en ik had gewoon heel veel geloof en ik durfde uh, te investeren en uh, ja, durfde ervoor te gaan. Dus ik denk dat dat de reden was waarom ze dat wel wilden. Maar op het moment dat dan het succes is, dan denk je natuurlijk van hadden we niet meer succes gehad als het anders was of zo. Dat, dat heb ik ook wel eens afgevraagd. Uh, maar goed, ik ben ze heel dankbaar dat ze uiteindelijk toen besloten hebben met mij te werken en uh, maar ik had gewoon nieuwe inspiratie of zo nodig. En toen kwam ik uh, in die periode kwam ik eigenlijk in aanraking met uh, de hele generatie nieuwe artiesten. Dus Reemster, Lange Frans en Baas B, Opgezwollen, Piet Veri, allemaal. En, dat, en toen dacht ik: van, oh wat... en dat was gewoon echt duidelijk een hele andere generatie. Die waren veel productiever, die maakten veel meer muziek. en die waren natuurlijk weer opgegroeid al met wat we hadden gedaan. Dus die waren weer een stapje verder. Tweede generatie. Ja, en dat, en dat inspireerde mij heel erg, specifiek opgezwollen. Uh, vooral om daarmee te werken, dat was gewoon he heel, ja, heel tof. En, die, die, die en toen kwamen er weer allemaal andere groepen bij. En zo. Dus ja, je vraag was wanneer is dat succes begonnen? Ik denk dat het succes er dus vanaf het begin de hele tijd was. Althans, met hits en zo. Wat niet altijd wil zeggen dat ik het zo leuk vond. Uh, en, maar het is steeds in fases gegaan, denk ik. Dus was steeds toen in het begin 2000s was de fase met... met, ja, met met Reemster en opgezwollen en met uh, die artiesten en daarna kwam weer de in de jeugd van tegenwoordig en Campy en weet ik veel. Dus ze zijn de hele tijd. Komt er meer en meer bij en er voor heel veel mensen is denk ik zou ik zeggen is New Wave het allergrootste succes uh, in de periode na New Wave uh, omdat we toen uh, ja gewoon echt de hitlijsten zo ontzettend domineerden. Alleen uh, voor mij is dat niet per se succesvoller dan een van die andere periodes. Uh. Is dat hetgene wat Topnotch onderscheidt van andere platenlabels? Dat is wat ik zocht. Nou, toen waren er niet zoveel platenlabels. Ik zou zeggen, en ik weet niet wat, het, wat voor de langste tijd, denk ik, het, het onderscheid was, is de, de uh, liefde en passie die erin zit. En um, ik ben geïnspireerd met het bouwen van het label door de labels die ik zag. Om het, om het, omdat ik hip-hop ging ontdekken, zag ik, ging ik ook op een gegeven moment herkennen van, oh, er staan verschillende labels. En dan weet je ook, oh, dat label. Well, Def Jam heeft wel echt altijd hele toffe artiesten... ...maar uh, dat label Wild Pitch heeft ook alle toffe artiesten. De, en dan ga je verdiepen in dat label... ...en dan ga je erachter te komen... Wie, ...hoe is dat dan? En ik ben ook bij die labels op bezoek geweest... ...want ik ging naar Amerika toe mensen interviewen... ...en dan heb je een idee van... ...oh, uh, uh, het is dit kleine kantoortje waar dit allemaal vandaan komt. Dus, dus dat heeft mij heel erg geholpen in... ...ik zag mijzelf, herkende mezelf niet... ...ik wilde niet artiest zijn... ...dus ik, ik probeerde me te identificeren met mensen... Die, ...die radio maakten of die labels deden... ...want ik dacht, ik wil... In die muziek zitten, maar ik kan geen muziek maken. Dus uh, yeah. dat was voor mij een ding. En ik denk dat dat die labels hadden, die hadden dat ook, dat was heel erg, staat heel veel liefde in, en heel erg een visie. En dit is wie we willen zijn en waar we voor staan. En dat is nep. En dit is, dit is wat wel goed is. En ik denk dat ja, in hip, <coughs> sorry, hip -hop labels hebben dat bijna denk ik uit die, die periode automatisch. Dus Noah's Ark, het label van uh, Vincent uh, Jiggy J. Heeft dat ook, heeft ook een, is ook een label met waar heel veel liefde en visie op zich, maar een andere visie, want het is een andere persoon, maar weer hetzelfde. En ik denk, Rotterdam Airlines hetzelfde, weet je, dat is dus of Van Klasse of Wilde Westen, al die labels zijn labels die komen vanuit een visie en iemand die met liefde dat gebouw, want die wil, iemand die een huis wil bouwen voor, voor artiesten. Niet, ja, dat, in die tijd ging je dat niet doen om geld te verdienen, want er was geen geld te verdienen. Dus je deed dat... Echt, omdat je echt passie had en echt wilde bouwen aan, aan, aan datgene waar je liefde had. En dat, daarin stopt met je, de, denk ik, de eerste twee Naast nou, Dat Jax, wat ik net noemde, was. Daar zat minder liefde in voor de hip-hop, want die, die de vrouw van wie dat label was, was zelf veel meer into House en zo. Maar ook dat was wel, ja, was wel een, een, een label met persoon. Terwijl natuurlijk de labels die we kennen, de Sony's en de Universals en Warnes, dat zijn gewoon corporations. Daar zit geen gevoel bij. Toch? Dat is gewoon van ja. Uh, Misschien is de ene, de ene keer beter dan de andere keer, of de ene is groter, maar het is niet van uh, ja, je. Kan je daar niet dus Ik heb dat niet. Uh, ik heb ook een gevoel wel bij Netflix versus Prime, maar ik denk uiteindelijk maakt het niet zoveel uit waar je film te zien is. Yes. Dus je denkt dat het in een tijd als dit anders is als een platenlabel uh, de keuze maakt om artiesten te tekenen? Uh, ik denk dat als iemand dus nu, wat de reden uh, daarachter is? Ik denk als, je, als mensen die. Ik denk dat je kan wel in hip-hop, we hebben het nu heel erg over hip-hop natuurlijk. Want daar, daar ligt mijn Juist. expertise in. Ongetwijfeld kan je het ook over andere genres hebben. Geldt hetzelfde, dat weet ik niet. Maar in hip hop is natuurlijk wel. Alle labels die ik net noemde, zijn labels die bestonden voor dat Spotify er was. Dat zijn mensen die hebben gewoon daarin in geïnvesteerd. En, en de groot, deze grote labels, die ik net noem, die waren eigenlijk nooit zo geïnteresseerd in hip-hop. Totdat New Wave kwam en totdat ze zagen van hé, hey, er is geld te verdienen. Universal dan wel, want die waren onze partner. Um, dat is meer wat ik bedoel. Van uh, ik denk dat de reden waarom artiesten uh, uh, toen in die periode kozen voor een label, is echt de persoon die erachter zit. Meer ja. dan, dan het geld of dat soort dingen, want er is niet zoveel geld. Is dat kunnen we zeggen dat, um, dus met die eerste artiesten als een extensie en een dev rimes? Uh, was er toen helemaal geen geld te verdienen? Of op welke manier was er geld te verdienen? Het was wel geld te verdienen, maar het was gewoon lastiger. Dus uh, je, We, we persten cd'tjes in die tijd. Die moesten naar een, een platenwinkel vervoerd worden. En dan moest je hopen dat er iemand binnenkwam die dat ging kopen. Dat is natuurlijk echt, als je er nu over nadenkt, een vrij bizar systeem. En, <coughs> en, <coughs> en dan moest die platenwinkel je nog wel inkopen. Want als die zoiets had van. Nee, ik voel het niet. Dan was je plaat niet te koop. Dan had je, had je iets gemaakt, maar kon je het nergens krijgen. Hetzelfde ja. als je een clip maakte naar uh, TMF of MTV en dan ging je hopen dat ze je clip gingen draaien. Ja, zodra YouTube ontstond, het eerste wat we deden was onze clip daar <laughs> uploaden. Zoek het lekker uit, kom maar hierheen, ja. weet je wel. Maar dat was, uh, dat was toen echt een andere, andere tijd of zo. Ja. En op een gegeven moment komt die tweede generatie artiesten... ...waar ik het net over heb, de ja. opgezwollen... ...en is de Opposites ook nog tweede generatie? Ja, zoiets denk ik wel. Um, zijn er dan al grote veranderingen doorgekomen? Uh, nou, ik denk de grootste verandering is dat... We, la, la, wat, voor de langste tijd kon, kon je als artiest, als je succesvol was... het meeste geld verdienen met uh, live spelen. Uh, meer dan dat je geld kon verdienen met dat je muziek... Kijk, je hebt als artiest verschillende inkomstenbronnen. Het verkopen van je muziek, daar krijg je royalties over. Of, uh, je je, als je muziek wordt gedraaid op de radio... krijg je een stemmer over en je hebt live optredens. Dan heb je nog wel meer dingen, maar dat zijn denk ik waren denk ik de drie belangrijkste inkomstenbronnen. En nou, je muziek werd niet gedraaid op de radio, dus dat viel al af... Uh, ja, daar kwamen maar uh, heel af en toe kwam er muziek uit. Dus dat, dat, ja, als, je, als Extensie, zoals Extensie dat eens in het jaar een single uitbracht, ja, daar kan je niet van bestaan. Maar wel van de optredens die uitkomen. Dus dan uh, ja, ga je een uh, paar keer in de week een uh, paar liedjes doen. Uh, dus dat was een inkomstenmoment. Bij die tweede generatie was, was hip-hop breder geaccepteerd. Dus uh, de zalen werden gewoon groter waar mensen konden staan. Festivals werden groter en ik denk, Mede ook bijvoorbeeld de Postman heeft echt daar een. wel wat. De, die, een van de eerste zijn hip -hop acts, of het zal niet de eerste Nederlandse hip-act. die op, op Pinkpop en op Lowlands. op al die grote festivals stond. als headliner en die speelde ook met een band. en die was echt zo van. ja, we, we zijn wel hip-hop. maar we kunnen gewoon. we hangen met iedereen hier. En dat ja. was ook zo. dat was gewoon een van de beste live uh, acts van dat moment. Uh, en ik denk dat dat ervoor zorgde dat, dat. programmeurs bij festivals en zalen. wel meer dachten van hey, we moeten vaker. Hip-hop doen. Je hebt natuurlijk ook een generatie mensen die al opgoed zijn met hip-hop, die opeens ergens gaan werken, die zelf mogen bepalen wat er gebeurt. Dus je voelde gewoon hip-hop werd steeds breder en breder geaccepteerd. Er werd nog steeds niet veel gedraaid op het radio, uh, maar voor de groep was opgezwollen, die verkocht gewoon wel heel veel albums. Uh, fysiek, dus echt CD's. En uh, ja. ja, voor de rest. Alle, als je muziek luisterde. Je hoeft je natuurlijk niet een cd te kopen. Je kon gewoon naar LimeWire of Kazaa gaan. En dat was zeg, voor, voor Spotify de illegale versie. Daar kon je liedjes downloaden. Dus je, als je een cd kocht, was je echt fan van iemand. Dan deed je ja. echt van, ja, ik vind, ik vind het gewoon... <coughs> dus dat was ook echt een compliment. Dus we probeerden gewoon... <coughs> Sorry hoor, hele goede albums te maken. Waar daar die, die mensen zo... Uh, en, en fans te creëren. En, en dus ook de albums die we uitbrachten... Waren heel, heel mooi vormgegeven. En heel luxe en duur. En dat was een manier waarop we dachten: oké, okay, dan gaan we op die manier wel proberen geld te verdienen. En, en merchandise verkochten heel veel t-shirts ook. En vanaf welk moment uh, kwam er echt geld bij kijken zoals dat nu is? 2015. Dat is pas laat. Dus die hip -hop groepen in Nederland, die waren er al twintig jaar. Mm -hmm, zeker. Gek. En, en zeker er zijn er natuurlijk een aantal groepen die gewoon goed, goed geboerd hebben, goed geld verdiend hebben. Door live op te treden gewoon een goed bestaan uh, hadden. Maar dus de, de, er waren nog geen uh, miljonairs. Zijn die die nu veel? Uh, ik denk dat ze er waren. Waren? Uh, meer? Nou, ik denk dat er een periode was dat er heel veel miljonairs waren. En maar, aan welke periode moeten we dan denken? Uh, Tussen zo 16, 17, 18, 19. Ja. Dus dat is net na een nieuwe wave. Ja, ja, ik denk dat heel veel mensen ook heel veel geld verloren hebben. Als en ik heel ben. Wat zou de reden daartoe moeten zijn? Ja, niet verstandig met geld opgaan. Is dat waar je als platenlabel veel aandacht aan besteedt? Met je artiesten? Ja, nee. Of is dat lastig? Het is echt heel lastig. En het was voor mij ook heel. Het was voor mij, ja, ik, ik, uh, ik ben ook heel oud, dus ik vind het heel raar als iemand een, uh, een T-shirt koopt voor 200 euro. Of zo. Dat vind ik echt raar. Maar het is wel een dingetje in hip hop nederland hip Zeker, moment, maar dus dat, dat. Maar goed, daarom denk ik dat heel veel mensen ook geen miljonair meer zijn. Ik denk dat ze verstandiger met hun geld hadden kunnen omgaan dan uh, heel veel Louis Vuitton. Ik denk dat Louis Vuitton uiteindelijk het meest verdiend heeft aan New Wave. <laughs> of die hele, aan de hele hip-hop-generatie. Ja. In New Wave komen heel veel artiesten op. Ja. Hoe, uh, waar komen die talenten vandaan? Waren zij al bezig, dus de. Zeker, iedereen was al Nieuweid bezig. Stonden? Iedereen was al bezig. En ook al getekend bij top Nuts? Nee, niet allemaal. Uh, maar de meeste wel, eigenlijk nu ik erover nadenk. Uh, Kleine wel, Ronnie wel. Maar Klein had nog nooit muziek echt uit één liedje uitgebracht. Maar Klein was echt nog aan het zoeken: van wat is mijn stijl? Wat moet ik doen? En voor hem was het was New Wave. Daar, hij echt, ja, daar is hij echt uh, geboren, zou ik maar zeggen, als artiest. En Ronnie was had al een album uit en echt. Een fantastisch album, had een aantal nummers waar die hits, hits waren, maar niet werden gedraaid op de radio, tot mijn grote frustratie Dus die was echt creatief gezien, gewoon en die, die, dat was ook een belangrijke, uh, een belangrijke factor, de creatieve factor ook. Jacques Chirac had ik nog nooit van gehoord, tot opnieuw wave Farid, die uiteindelijk, Farid is uh, voor jarenlang mijn rechterhand bij Top die alle ER uh, deed. Alle Met muziek. een parek dus Ja, he? precies. En hij was, ik was ook niet mee naar. Uh, naar, uh, naar schimmelend ogenblik, boos was op uh, alle mensen die hadden afgezegd. <laughs> en, uh, en hij had toen, uh, volgens mij, het Ronnie wilde Chirac erbij. En Farid wilde dat ook. Ik werd hier, maar die, die, Ronnie en Farid hebben dat in ieder geval heel goed gezien. Uh, maar Leiper was al lang getekend. Uh, Frenna. Uh, SFB had ik net, net getekend. Uh, die double was getekend. Jonah niet show was er ook nog geweest, maar die is nou een dag naar huis gegaan. Die staat niet op. Die heeft het maar. Uh, ja, die volde die vibe van. niet. Zo. Dus, uh, maar goed. Dus uh, uh, ja. Ik zit nu te denken: zijn er artiesten die op new stonden, die niet meer aan de top staan in Nederland? Uh, Ares staat erop, maar die staat, die, die, heeft, die stond, die heeft nooit uh, de top waar hij op staat is een, is een hele andere top. Ja, hij is heel erg geliefd onder een bepaalde specifieke Juist. groep. Ja, heel veel artiesten vinden hem echt heel. Volgens mij, Leip en hij hebben ook nog steeds goed contact. We uh, hoorden hem laatst op die uh, album van Yves, uh, Laurence. Ja. Dus je voelt gewoon. Dus hij is nog altijd on top, maar hij, is nooit, uh, hij heeft nooit. En Bokussan was ook daar. En uh, Idali. En Idali heeft pas jaren daarna eigenlijk zijn doorbraak gehad. Dus ja, die, ik vind uh, Idali altijd een hele, uh, hele aparte artiest. Ik vind hem heel vet. Yeah. Maar ik heb het gevoel dat hij nooit de waardering krijgt die hij verdient. Klopt, Nou, voor de langste tijd niet. Ik ben blij dat hij dat nu wel krijgt. En hij is gewoon heel, ik vond het heel raar, zeker ook met Bokussam, ook Dat, dat dus uh, Ronnie en Kleine en Jonna, uh, die gingen echt door, door het dak. En dat Bokoesam, dat dat niet, en iedereen dat het niet bij hun gebeurt, dat snapte ik helemaal niet. Uh, maar het leg ook een beetje, zij waren gewoon net iets, uh, ja, iets minder commercieel, denk ik, in de muziek die ze maakten. En, maar in Leipen maakte bijvoorbeeld ook die doorbraak. Kunnen we zeggen dat Leipen commercieel is? Ik, voor mijn gevoel is <coughs> de doorbraak van Leiper niet heeft niet zo heel veel te maken met new wave, als ik heel Daarna ben. pas of ervoor? Leiper was, was, was al lang daar, zou maar zeggen. Dus het was meer, uh, hij hoorde erbij, want het ja. was gewoon. Mijn idee was in eerste instantie heel anders. Mijn idee was in eerste instantie uh, Joe, Broerliefde, SBMG, oh ja, uh, liefde ook nog, uh, 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 en Ronnie en uh, en eigenlijk kleine en uh, Sam en John, uh, John was meer voor, ja, we, 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 weet je misschien dat ze ergens een 16 erop of zo, ja. uh, wie weet. En uh, Broer Liefst en S.P.M.G. lieten hadden allebei een dag van tevoren weten van, uh, ja, toch een beetje geforceerd voelen om met z'n allen op een uh, wadden muziek te gaan maken. En uh, uh, dus wij komen niet. Maar Chief heeft toch nog wel op... Nieuw wave gestaan? Nee, zeker niet. En niet? Dus, maar vanuit dat idee hoorde Lijpen er ook bij. Dat waren gewoon toen de, 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 de grote nieuwe namen, zou ik maar zeggen. En Lijpen is wel gekomen en gebleven. En, uh, uh, en denk ik denk zeker dat Lijpen, dat het deel, dat een nieuw publiek, Lijpen ook heeft leren kennen. Maar ik denk dat Lijpen zijn carrière, ook al was hij geen Nieuw Wave, nog steeds dezelfde lijn had gevolgd. Oké. Okay, ik denk dat dus voor het alle artiesten, het niet... dat hij het minst nodig heeft gehad. En hoe gaat dat in zijn werking? Dus je maakt. En, uh, je, of je regelt, je zorgt ervoor dat dat project er komt. New Wave. Wat is de gedachte erachter? De gedachte erachter was een klein beetje de. Uh, um, ik vond gewoon de generatie die op dat moment, maar uh, zeggen, heerste. Uh, en dan heb ik het meer over, uh, dus niet over broerliefde. En uh, ik vond het gewoon jammer dat artiesten zoals broerliefde en SBMG kregen niet vanuit die wat voor mijn gevoel was een beetje soort de hip hop of zo, waar ik vandaan kwam of voor kregen niet dat respect. Het werd gewoon een beetje gezien van ja, ze, 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 zijn, ze zijn een beetje de beats zijn niet, uh, ze rappen niet. Ze, ze, uh, en ik, wat ik heel tof vond was dat ze heel veel samenwerkten. Voor mij was die track was een track jong belegen. Dat had voor Showbangers uh, geïnitieerd, volgens mij voor een feest of wat dan ook. En daar stonden toen ook al uh, dus, een paar mensen van broerliefde, SBMG op, Joey Rosé, nou nog een paar namen en uh, Sam ook volgens mij. En dat, dat idee van gewoon, en dat zag je heel veel met die, die hele nieuwe generatie, die werkte gewoon met elkaar. Dus mensen, dus uh, SBMG werkte met uh, Kevin die weer in Rotterdam zat. Weet je? Dus het was gewoon een soort, voor mijn gevoel, een soort hele nieuwe generatie die niemand zag. En mijn idee was door, uh, en eigenlijk ook gewoon als een soort, uh, ja ik weet niet, ik vond dat gewoon, ik vond die energie, ik hou van die energie, van, van nieuwe, nieuwe mensen die nieuwe ideeën hebben en die... Soms zich de gevestigde orde uh, komen aanvallen. <laughs> ik hou gewoon van dat gevoel in muziek. Ja. Dus dat was voor mij de reden dat ik dacht: van, moeten we moeten dat gewoon gaan doen. We moeten gewoon een, uh, een soort mixtape maken, een verzamelalbum. En uh, dat was het idee: van mixtape maken en een concert doen in uh, Paradiso, waar dan al die artiesten zijn. En meer als een soort van: nou, hier is, hier is de nieuwe generatie zoals ik vroeger met. Uh, heb ik ook wat meer dat soort soort movements. Of zou ik zeggen, door middel van mixtapes, of concerten met buitenwesten of met opposites en de jeugd. Van tegenwoordig een flinke namen hadden we op volle toeren met Sjaak. Ik vond de hele tijd het je naar nou een soort van. Je, je wil iets creëren. Uh. Dus dat was het idee meer, gewoon van een soort verhaal om te kunnen vertellen over die generatie die deden dat project. En wat is de rol van een platenlabel binnen zo'n project? Is dat het uitbrengen van de muziek? Of kan, kan een artiest die op dat moment dus doorbreekt ook bij jou terecht om, zeg maar, zijn vragen te stellen. Om de problemen die hij doormaakt met je te overleggen, als het ware. Tuurlijk kan dat. En in de zin van, wat de rol is van een label in, in een project als de New Wave... is weer heel anders, want dat is echt iets wat we bedachten, geïnitieerd en helemaal gedaan hebben. Maar je normale relatie met een artiest is de artiest die, die in de lead is... die zegt van, ik wil dit maken, en dit is mijn idee. En zijn wij de mensen die ervoor zijn om, om, om hem of haar te helpen om dat... Uh, elkaar te krijgen. En en zeker ja, we zijn er altijd om om, om kennis te delen en um, alleen niet iedereen wil het altijd horen. Zijn er voorbeelden van artiesten die die nogal koppig zijn? Ja, het zijn bijna geen voorbeelden te bedenken van artiesten <laughs> die niet koppig zijn. Ze zijn allemaal ja. allemaal koppig. <laughs> ja, in principe wel. En dat is ook maar goed ook, denk ik. Ja, wat denk je wat brengt dat koppigheid met zich mee dan? Je moet je moet ook wel koppig zijn om om, om ja, zo sterk te geloven in je eigen fantasie. Als je iets in je hoofd bedenkt, om dat in de wereld te brengen, dan moet je wel. Koppig heeft een beetje een negatieve toon, maar het is ook. Uh, je moet vastberaden zijn. Ik denk dat je daardoor ook wel een beetje uniek wordt, toch? Anders lijk je weer te veel op andere artiesten als je niet je eigen weg inslaat, of, ja. als, dat zich, of als dat mee wordt gebracht met koppigheid, als ik het zo mag zeggen. Um, maar dat is wel heel interessant. Um, na een nieuwe wave zeg je dus, zijn heel veel mensen rijk geworden, heel veel mensen miljonair geworden. Uh, en dan krijg je die daling. Of hoe moet ik dat zien? Wat is direct? Ze geven dus. Of je zegt dan in die tijd van 2017, 2018. waren heel veel mensen miljonair. Is, is het, betekent dat dat er nu in deze tijd minder muziek wordt gemaakt? Of of het minder hard gaat, of hoe moet ik dat zien? Of is het gewoon, zijn het gewoon puur de uitgaven? Uh, de opmerking die ik maakte ging meer over de uitgaven dan over de okay. inkomsten, wat dat betreft. Uh, maar je kan wel zeker concluderen dat, uh, dat er een piek is geweest in hip-hop in Nederland en dat we nu niet in die piek zitten. Gaat er nog wel een piek aankomen? Dus, dus we zitten, er wordt niet minder muziek uitgebracht, denk ik. Maar er wordt gewoon minder muziek uh, geluisterd, er wordt minder hip -hop geluisterd, er wordt meer andere muziek geluisterd, er wordt minder. De vraag is dan: worden, zijn mensen niet meer geïnteresseerd of is de muziek gewoon niet zo interessant? Dat is altijd een beetje de, de vraag. Oké. Okay. En gaat er een piek aankomen? Ja, er gaat altijd weer een piek aankomen. Het is gewoon een, 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 een cirkel, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Het is gewoon net zoals met seizoenen. Ik bedoel, het hoort er gewoon bij, vind ik. Ja. Maar dat. Uh, uh, ja, het is gewoon nu een kwestie, weer van. Uh, ik denk ook dat het tijd is gewoon voor vernieuwing. In, in, Klonken op een gegeven moment ook wel heel erg uh, hetzelfde, allemaal. En, en ik vind ook dat er wel heel weinig inhoud is geweest in de langste tijd. We zitten in een tijd waar er gewoon heel veel dingen gebeuren in de wereld, waar denk ik heel veel mensen vragen bij hebben en zich onzeker over voelen. En uh, ik mis wel artiesten, niet alleen in Nederland hoor, space, ook in de wereld, die gewoon ergens voor staan of, of zich uit durven te spreken, uh, een risico durven te nemen door, door een standpunt in te nemen. Ik voel bij iedereen een soort gevoel. Het gaat alleen maar over business op dit moment. En voor mij is, is, is zeker hip-hop, uh, komt niet van business. Het komt van nee. iets anders. Het is ook business, het is een manier om geld te verdienen. Maar het is, het is ook een manier. Ik heb zoveel geleerd door Hip-hop, door hip te luisteren, zoveel geleerd ook over, uh, over geschiedenis, over politiek, over filosofie, over alle, ja, Dus uh, Als het nu een beetje voelt alsof mensen gewoon alleen maar dingen zeggen omdat ze lekker klinken. Uh, ben ik niet zo geïnteresseerd. En wat zijn voorbeelden van de artiesten die wel voor dingen stonden in, de, in het verleden of nu misschien nog? Uh, goede vraag. Uh, ik, ik werk ook al heel lang samen met Anouk, de zangeres. Die staat echt ergens voor. Die, uh, die is ook echt bereid om altijd uh, alles op het spel te zetten voor haar principes. Ja. Uh, dat vind ik heel inspirerend. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik in de... Even zo snel. Ik denk dat Lijper iemand is die heel principieel is in, in de keuzes die hij maakt. Uh, uh, en ook wel. En ook inhoud heeft. Ik denk dat hij wat dat betreft. Ik denk dat meer. Ik, weet, ik Maar misschien ben ik. Ik heb gewoon behoefte aan meer... Uh, bars gewoon meer tekst. Meer. Meer, meer het gevoel dat... Uh, ja, iemand echt... Echt dingen met je deelt. En ik vind het. En, en, en ik kan nu niet... Een, Heel snel een artiest noemen die dus bereid is om ook politiek of dat soort dingen standpunten in te nemen. Maar voor mijn gevoel, het voelt heel leeg in ieder geval nu. Ja. Het voelt heel leeg, heel, hoe weinig als ik dan nadenk in mijn jeugd en hoeveel uh, artiesten ook grote namen een rol hebben gespeeld met als er dingen in de wereld gebeuren die echt uh, niet konden. Weet je Die heftig waar die echt van vroeger, dan, dan uh, had ik het gevoel dat artiesten altijd die stem waren. En uh, ja, nu heb ik dat gevoel even niet. Ik heb uh, nu ik, ik maak hiphop natuurlijk niet zo lang mee. Ik ben 17. Dus ik heb niet heel veel gekke projecten meegemaakt. Nou ja, New Wave. Ja, toen was ik, uh, wat zou het zijn? Dat is, Was ik 11. Mm -hmm. Dus dat is al redelijk vaag. Wie van die nieuwe artiesten is wel die vernieuwing voor nu? nu ze zijn geschreven? allemaal vernieuwers, hè? Volgens uh, me niet verkeerd. Ik bedoel, die hele New wave, ze hebben de muziek helemaal vernieuwd. Ik heb het meer over van. Maar ook zij zijn, zij zijn gevestigde orde geworden. Dus zij zijn ook dingen gaan maken die uh, ja, ze zijn ook, hebben hun stijl gevonden. Het is ook niet een kritiek. Zo van, je moet ook niet als artiestje het maar vernieuwen om je te vernieuwen. Dat geloof ik ook niet. Je bent gewoon wie je bent. Ja. Uh, ik bedoel meer van er moeten nieuwe artiesten komen. Er moeten nieuwe mensen opstaan. Er moeten, uh, dat is meer wat ik bedoel qua vernieuwing. Oké. Okay. Um, wat ik de laatste tijd veel zie, is voornamelijk om religieuze redenen. Stoppen van muziek. Hoe kijk jij daarnaar? Of hoe maak jij dat mee vanuit labelperspectief? Uh, voor mij is het ook iets wat eigenlijk pas uh, in de afgelopen paar jaar een paar keer voorbij is gekomen. Precies. Uh, ik, ik, heb me daar nooit, ik heb me daar ook nooit zo in verdiept. Uh, en ja, ik, ik ben niet religieus, dus ik, ik, ken, ik kan me daar niet zoveel bij. Voorstellen, in de zoverre, ik kan me niet verplaatsen in de logica daarvan. Um, en hoe, wij daar, hoe je daar als label mee omgaat, ja, ik vind dat je daar met, met respect mee om moet gaan en dat je natuurlijk moet zoeken naar een manier om, uh, uh, ja, uiteindelijk daarin een vorm te vinden. Um, heb jij een reden, waarom, waarom zouden meer en meer artiesten. Ja, Ripple bestaat er misschien ook niet zo lang. Gewoon benieuwd waarom dat want Het heb je altijd gevoel dat het laatste jaar dat het wel. Uh, het is echt een serieus meer, dingetje geworden. Ja, ja. En ik heb, ook, ik heb ook geen idee hoor, maar ik vraag me heel erg af hoe dat dan in zijn werk gaat. Een artiest kiest ervoor om te stoppen met muziek maken. Ja. Die komt dan naar jou toe om te zeggen: van Ik kap ermee. Hoe gaat dat? Ja, dat gesprek heb ik zelf niet gevoerd. Oké. Okay. Uh, ik weet wel. Uh, ik vind het ook moeilijk omdat ik vind het ook privé. Eigenlijk, ik kan wel voorbeelden noemen, maar aan de andere kant weet ik niet of die yes. persoon uh, dat fijn vindt. Ja. En, uh, dat, want, want het is ook een privé onderwerp uiteindelijk. Uh, dus de enige keer dat ik daar gesprek over heb gevoerd, maar dat is al echt wat jaren geleden. Um, ja, probeer je... Kijk, dat ging ook over het iemand zei ik wel eigenlijk dat de muziek ook, dat, dat wat ik gedaan heb, dat dat ook weggaat. Ja. En, en dat vind ik moeilijk, want ja, dat, dat hebben we samen gedaan. En daar zit ook gewoon uh, investering in, geld in. Maar er zit ook, het heeft ook... Het heeft ook een andere waarde. Weet je, het inspireert nog steeds mensen. En dat vond ik wel lastig. Van, ja, uh, je bent ook niet alleen als art, artiest. Je werkt samen met producers. Je hebt allemaal andere mensen die hebben ook een belang in dat ding Dus uh, dat vond ik wel moeilijk om... om uiteindelijk heeft, heeft, uh, heeft die persoon ook uh, voor gekozen om gewoon te stoppen en niet het verleden ook proberen te schoon te maken, ja. zou we zeggen. Ja, want dat is heel lastig. Het is natuurlijk heel dubbel. Dat lijkt mij heel lastig. Dat, zou ik, dat vind ik, ook, ik vind dat ook eerlijk gezegd bijna zonde. Want dat is wel wie je op dat moment was en wat je... Uh, uh, kijk als het nou heel lelijk zou zijn of heel gehaakt staat op wie je bent, dan snap ik het ook. Dat je denkt, van ja, ik heb daar allemaal verschrikkelijke dingen gezegd. En ik, ik, ik voel me... Ik sta zo ver... Van, dat vind ik weer een heel ander verhaal. Als iemand daar echt, echt last van heeft, zou ik zeggen. Maar in dit geval was dat ook... Was het gewoon ook heel mooi en... Uh, Mooie muziek. Ja, het is natuurlijk lastig, want het zijn vaak islamitische uh, artiesten. Ik weet niet of je dat ook hebt meegemaakt met Zeker Islam. Ja. Maar um, je, je kan daar niet in meewerken. of Het is natuurlijk heel lastig, omdat zij er heel anders in staan dan jij erin staat. En jij hebt er natuurlijk ook aan meegewerkt, wat je al zei. Ja. Dus uh, dat lijkt me echt een dingetje. Ja, nou ja, goed. Het is, het is, een, het is meer inderdaad meer een ding. En het is ook. Uh, je werkt met verschillende mensen, los van artiesten, ook op, op je kantoor met mensen met verschillende religieuze achtergronden. Dus het idee is sowieso een gesprek wat breder gedragen wordt dan alleen een gesprek met een artiest. Uh, ja, er zijn ook mensen die bij ons werken die ook zich afvragen: ja, ik weet niet hoe lang ik dit werk misschien ga doen. Met, ook vanuit, uh, vanuit religie. van Op een gegeven moment ga ik toch uh, de volgende fase in hierin. Ja. Weet je wel? ja, ik vind dat je daar gewoon respect voor moet hebben. Uh, Net zo, min, ja, net zo veel als je moet alle respect voor elkaar hebben en met daarover dat gesprek voeren, denk ik. En, maar ja, er zijn inderdaad praktische bezwaren soms waarom dingen niet kunnen. Ja, en je vertelt dus dat je niet religieus bent. Um, waar kan je die spiritualiteit in vinden voor jezelf? Of hou je daar helemaal niet mee bezig? Um, nee, ik hou me er niet mee. Ik weet niet, ik, elk mens houdt zich ermee bezig. Ik hou me er niet mee bezig dat ik er... Dat ik het zo benoem of ik denk nou ik ga nu uh, iets spiritueels doen. Ja. Uh, voor mij is muziek altijd ook iets in zoverre. Het uh, kan gewoon mijn emoties heel erg beïnvloeden. Uh, en ja, wat ik zei, ik heb ook heel veel geleerd van, uh, van heel veel artiesten en van teksten. Er zit best wel. Uh, uh, maar, waarschijnlijk allemaal artiesten die jij niet kent dan. En dat vanwege je leeftijd. <laughs> uh, maar voor mij zijn artiesten van. zoals uh, Rakim of later Jay Electronica... of ook vroeger Jay-Z of zo, dat zijn bijna... Uh, of Nas of zo, dat zijn, bijna, dat, dat, dat zijn zulke mooie teksten... die vind ik uh, gewoon heel inspirerend. En ja, dat is misschien mijn, uh, mijn en, religie. Is dat ook de, de reden dat je dat mist in een tijd als dit? Ja, ik denk het wel, ja ja, dat ik het vond dat het nu gewoon uh, een beetje uh, alleen maar voor de show is, oké. Okay. En uh, wat ik heel vaak hoor is als het gaat over platenlabels, is die begeleiding, dus wat ik je net al vroeg ja. en uh, dat het ook wel eens fout gaat. Hoe kijk je daarnaar? Dus dat er bijvoorbeeld contracten worden opgesteld die uiteindelijk volgens de artiest niet eerlijk waren, ook ja. daarna, kijk je ja. ook een momentopname, dus best wel lastig, toch? Heel lastig, dat uh, zeker ik. Uh, 1995 toen we begonnen, was ook, was de muziekindustrie al anders uh, dan nu. Juist. Dus je, in, mijn, in mijn carrière heb ik gewoon heel veel vers, ook verschuivingen gezien in die. Nou je vroeg in het begin, waar komt geld vandaan? En de samenwerking tussen een label en een artiest, is dus een zakelijke samenwerking. Dus het is heel belangrijk waar komt dat geld dan vandaan en hoe verdelen we dat? En als die geldstromen veranderen, moeten die contracten ook weer anders worden. En, uh, en ik werk daar altijd samen met andere partijen in. Met ik kies er altijd voor met grote labels te werken, die dan dat soort dingen zoals financiële dingen en juridische zaken van me overnemen. Dus je hebt dan ook weer te maken met een partner die daar ook weer een bepaalde filosofie op heeft. Uh, ik, uh, uh, en, en, ja, en, en je hebt natuurlijk heel vaak te maken met mensen die uh, vinden dat ze uh, meer of iets anders verdienen, maar niet per se dat dat onderbouwd is, niet dat ze per se een idee hebben van nou eigenlijk verdiend wordt of hoeveel werken wordt gedaan. Of, dus het is ook vaak best wel wat onredelijkheid. Maar er zijn ook situaties uh, waarbij waar ik dacht op, waar op een gegeven moment dacht van ja maar je hebt gelijk, het, het, het is gewoon, uh, het klopt niet nu. En dat zijn specifiek artiesten waar je dan al langer mee werkt, uh, waardoor je die die ja die een deal hebben die misschien komt uit, een, uit toch een beetje komt uit een oudere tijd. Uh, dus dat is ook gebeurd. En, maar ik vind het wel heel moeilijk. Want ik voel me wel in eerste instantie meteen heel erg aangevallen. Omdat mijn intenties zijn heel uh, puur en goed. En ik wil altijd het beste voor iedereen. En ik heb altijd ook geprobeerd in de contracten... vanaf dat we met het label begonnen... om ook andere contracten te maken dan andere labels. Dus veel meer ook te kijken van... oké, okay, hoe zorgen we dat we de, de, de rechten goed verdelen... en de inkomsten goed verdelen. En niet uh, ja, gewoon echt proberen ook iets te veranderen op die manier... in de positie van een artiest met een label... Maar goed, je bent ook een ondernemer, dus je bent ook, weet je, het is ook ja, dat, dat, dat conflicteert soms. Maar ik heb altijd dat heel goed proberen te doen. En dan is het soms wel het is even pijnlijk als je erachter komt van hé, hey, ik heb dat gewoon niet goed gedaan daar. Of het is ook pijnlijk als mensen uh, door middels van advocaten en dat soort dingen, dat je opeens iemand die je waar, je waar je denkt dat je een heel persoonlijke band mee hebt en die je bij wijze van spreken echt vanuit het niks helemaal hebt opgebouwd. En, uh, en allemaal ja, ook privé dingen weet en heb meegemaakt en dat je opeens een brief van een advocaat op de hand krijgt. Dat, dat voelt voor mij altijd van ja, dat, dat doen we toch niet. We praten toch met elkaar. We gaan toch niet met advocaten werken. Ja, dat is denk ik ook die balans die er moet zijn tussen het persoonlijke vlak en het zakelijke vlak toch? Ik denk ja. wel dat het ook heel, heel lastig maakt. Omdat niet iedereen dat verschil kan zien, nee. denk ik. Nee, en misschien ben ik wel degene die raar is daarin. Hè? Misschien moet ik ook accepteren dat je op een gegeven moment een bedrijf hebt wat zo groot is en, en dat het allemaal heel zakelijk is. En zit ik nog misschien wel met mijn hoofd in de, de, mijn, mijn 17-jarige zelf die de eerste extins demo's aan het luisteren is. Dus, je ik, begrijp je? dus misschien ben ik gewoon een beetje weird. En ja. Moet ik het gewoon normaal vinden en moet ik daar. Uh, en is dus die gezelligheid en die vriendschap die ik soms als echt ervaar, is misschien helemaal niet echt. Weet je, is misschien ook maar voor de show. Uh, dat dus, maar daar ben ik wel een beetje, dus, dat, dus ik ben daar wel echt heel erg in teleurgesteld geraakt. En, toen dat, uh, en dat is namelijk ook pas gebeurd toen er natuurlijk heel veel geld was. Dus er waren ook heel veel mensen, die, heel veel managers en advocaten, allemaal mensen die een kans zagen van, uh, ja, misschien kunnen we daar nog wat, of kunnen we daar, weet je, het is ook bijna een soort, uh, uh, ja, het is ook een manier om het, het is bijna een soort uh, business op zichzelf ja. voor sommige mensen om gewoon uh, contracten open te breken. En die teleurstelling, heb je die meegenomen in de banden... die je uiteindelijk hebt gehad met andere artiesten... die na die teleurstelling zijn gekomen? Waardoor een band bijvoorbeeld kouder werd? Uh, nou, uh, ja. Ik ben sterker nog. Ik ben, uh, ben helemaal geen uh, banden meer aan het aangaan daardoor. Ook koud, keihard? Nee, met de mensen waar ik bevriend mee ben natuurlijk wel. Maar ik ga niet heel snel met... Het is ook natuurlijk uh, de gemiddelde leeftijd van een nieuwe artiest... Uh, is uh, ergens tussen de 18 en de 20. En ik word er ook niet jonger op. Het is ook, de, het is ook een beetje raar nu om een band op te Begrijp je anders? Ik, ik voel het gewoon ook niet meer zo. Ik denk ja. ook, het is voor mij een uh, wijze les geweest. En uh, ja, ik, 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 heb, ik, ik, ben zeker, ik ben niet koud daarin, maar ik, heb wel, ik zie het wel voor wat het is. Ja, en op een gegeven moment gaat Topnootje samen met Noah's Ark. Ja. Uh, dat ga ik skippen. Ik ben namelijk heel benieuwd naar iets anders. En anders ga ik hier nog... Ik kan hier echt nog drie uur zitten. Gezellig. Maar we gaan er toch nog ja. eventjes switchen naar uh, podcast. Ja. Dit is namelijk een podcast. Je klopt. En... Um, <laughs> ik zeg het alsof het nieuw is. <laughs> en uh, je hebt ook De Stroom opgericht. Ja. Onder, is het een onderdeel van, van Tom Noach? Nee. Het is echt losstaand. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Want het is nog relatief nieuw, toch? Het is relatief nieuw. Het is niet, ook niet alleen maar... Podcast per se. Um, het is eigenlijk een, gewoon een media label. Zoals Topnuts een label was voor muziek. Vond ik. Wat me opviel was dat. Uh, nou ja, we hebben het er hier al over gehad. De, de tijd waar ik vandaan kom en de tijd waar jij opgegroeid bent zijn hele andere tijden in het mediastuk. Dus zoals ik op mijn uh, zestiende naar de lokale radio ging om een. proberen een show te maken, ben jij je eigen show begonnen. Op mijn zestiende. Ja, toch? Dus ja. het is hetzelfde ja. idee. Alleen de tools zijn anders. Ja. Uh, maar goed, dus om, omdat ik... Uh, nou niet, ik had jou toen nog niet gezien, maar... Je zag gewoon... Ik zag... Uh, uh, Amerika, bepaalde hip-hop artiesten zoals Noriega met Drink Champs, die ik heel tof vond. Uh, gewoon het idee van... Dus via Vincent, Jiggy, kennet, leerde ik dan Joe Rogan kennen. Het fijn dat iemand gewoon in een kelder... De belangrijkste mediapersoon op de wereld kan zijn. Weet je Is Dus dat idee. Um, en was ook... Ander dingetje was het, toen, ik heb ook een tijdje met... Uh, het begon eigenlijk toen met uh, Ismail Ilgun. Uh, ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Die uh, werd de treiter vlogger genoemd in uh, Saandam. En die maakte gewoon met een camera, maakte die uh, elke week of twee keer per week maakte die op YouTube, maakte die uh, uh, vlogs in de buurt. Maar heel vaak kwamen er ook artiesten langs, weet je Of, of uh, volgens mij Boef, of, of, hij drijft in de auto, demo's en zo. En ik, had, ik vond het gewoon heel... Want ik dacht van ja, dit is gewoon heel puur en eerlijk. En ik hoor gewoon allemaal vette nieuwe artiesten die ik niet ken Dus ik volgde het, hè. ik vond het heel grappig. En toen uh, kwamen ze een keer mijn tv-programma, hij en met, uh, met zijn vrienden. En toen werden ze zo op zo'n onbeschofte manier behandeld. Uh, alsof het echt een soort tuig was. En, uh, ja. en toen ging, notabene, ging toen Rutte. Uh, ook daar iets over waarom zijn je in godsnaam als minister-president? Ik wil zijn genoeg belangrijke dingen waar je iets over kan zeggen. We gingen over hem zeggen, over het stuig van de regel. En ik, ik werd zo boos. En, en toen dacht ik: van, hé, maar dat iemand die met een camera van de mediamarkt de, de minister-president uh, over de zij krijgt, dat is de, dat is de business waar ik in wil zitten. Dat is meer hip-hop dan dat, wordt het voor mij niet gewoon. En ik, dat was wel een soort trigger van: ja, zie je die techniek die er is, of het nou deze uh, bak is of. Uh, 5K-camera's. Alles wordt steeds makkelijker, dat dus je kan makkelijker zelf dingen maken. En, en ja, dat was net zo bij de muziek eigenlijk ook zo. In de tijd dat Topmunch begon, kwamen ook langzaam de eerste programma's dat je gewoon in je slaapkamer kon opnemen. De eerste Topmunch releases moesten we een studio verhuren. Weet je, echt met bandrecorders en zo. Gewoon, uh, uh. Dus het, het voelde gewoon van er gaat gewoon zoveel leuks gebeuren. Daar er gaan zoveel talent en zoveel dingen, en ik weet nog niet wat. Maar ik ga in ieder geval daarheen kijken wat ik kan doen. Kijken welke rol kan ik spelen in, in wat daar ontstaat. Uh, toen ben ik de stroom begonnen. Wat heel vet is, is denk ik in een tijd als dit... Um, de mainstream media zouden we makkelijk kunnen overrompelen als het ware. Omdat we nu social media hebben. Iedereen heeft zijn eigen platform in de hand. Iedereen kan zeggen en doen wat hij wil. En die mainstream media die wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner. Terwijl social media alleen maar groter wordt. Dus... Daarom vind ik het ook heel, ook heel vet dat je de stroom hebt opgericht. Um, je hebt veel samengewerkt met uh, Supergaande. Zeker, hoe, is, ja. hoe is dat precies uh, tot stand gekomen? Ik wilde al heel lang met. Uh, ik, ik was heel erg fan van uh, eigenlijk vanaf, vanaf het begin. Uh, dus ik wilde. En heel veel, ik ben vanuit heb ik ook best wel veel dingen al in media. ...achtige dingen gedaan. Dus we hebben documentaires gemaakt of we hebben een aantal speelfilms mee, uh, mee geproduceerd. We hebben een aantal boeken uitgegeven. Dus het was ook meer. Ik heb dat gewoon uit tot maar gehaald. Ik ga nu gewoon veel meer van dat soort dingen doen. Het lastige is wel om nu te onderzoeken hoe je daar geld mee verdient. Dus daar ben ik heel erg. Maar goed, dat is voor de langste tijd met muziek ook een uitdaging geweest. Dus ik vind het ook wel interessant. Uh, uh. Maar goed, je vraagt als QNSM. Dus ik wilde toen ik wat ik dacht wij, wij, en we hadden natuurlijk een YouTube kanaal op een gegeven moment nu met 1,6 miljoen maar toen het over een miljoen ging toen dacht ik ook van ja die hebben we nodig we zijn gewoon zelf we kunnen alles maken en uitzenden precies je hebt alles zelf in de hand dus toen wilde ik heel graag met supergaande werken en toen hebben we een supergaande talkshow gedaan een tijdje bij ons op kantoor hebben we dat toen nog gemaakt en uh, maar alleen het management uh, zij kreeg toen nieuw management uh, Ali B. Uh, en, uh, en zijn bedrijf en uh, ja die op een of andere manier heeft die altijd uh, uh, ja is dat nooit echt goed gegaan tussen mij en uh, hem in de zin van alle artiesten waar hij mee werkt willen met mij werken dus ik dacht volgens mij gaat daar iets mis dus toen was dat ging dat niet door die samenwerking en toen zei eigenlijk uh, toen een paar jaar later sprak ik ze weer sprak ik Q, was ik met hem aan praten over muziek maken en toen zei hij van ja nesten en ik zit er, er zitten over te denken om dat kanaal te verkopen want uh, we doen helemaal niks meer en uh, heb jij geen interesse Dan zei ik, nee nou, ik heb absoluut geen interesse in, in een kanaal <laughs> uh, maar ik heb wel interesse erin als je om als jullie, uh, ik zeg ik wil het niet van jullie kopen, ik wil wel een stuk van jullie kopen, dat we partners zijn. En dan wil ik jullie helpen om het uh, weer uh, op de kaart te krijgen. En dat zijn we nog steeds uh, met vallen en opstaan uh, aan het doen. Uh, maar ik vind het heel bijzonder wat zij maken en wie zij zijn. En we zijn nu ook meer aan het kijken van moeten we niet meer talent ook een podium bieden. En moet het niet ook van een we zeggen, supergaande duo, of inmiddels zijn het dan met z'n vieren, maar moet het niet veel meer gewoon een... Een soort kanaal worden, denk ik, weet je wel, gewoon voor, voor, voor talent. Ze hebben gewoon zoveel mensen geïnspireerd en ze zijn daarin, uh, hebben ze ook veel te bieden. Dus ja, we zijn heel veel dingen aan doen. Maar we zijn nu ook proberen om met een aantal uh, uh, gevestigde mediapartijen om daar dingen voor te gaan maken. Dus dat lijkt me ook heel leuk. Zij zijn gewoon format formatbedenkers. Wie weet is nessen wel de bedenker van de nieuwe Master Singer straks, weet jij veel. Weet je. Dus ik wil, het gaat ook om het investeren en kijken in het, Talent, hoe kan je daarin werken? Dus ik hoop, ja, ik werk ook heel graag op dat gebied samen. Zijn we ook een beetje aan het zoeken daaraan. Dus uh, nee, heel, heel tof om met hun te werken. Rookworst is ook een dingetje bij de stroom. Is Zeker. dat nog steeds onder de stroom? Zeker, ja. ja. Hoe is dat tot stand gekomen? Want dat is voor mij ook de eerste podcast geweest die ik ooit heb geluisterd. Oh, ja? Vanuit daar ben ik dieper gaan graven in... Podcasts, omdat het voor mij makkelijk was om te luisteren en ik vond het gewoon heel vet. En toen ben ik naar Kai Gorgos gaan luisteren en allerlei verschillende podcasts. Maar het is begonnen bij Rookworst. Ja. Wat is het en, verhaal en daarachter? En Rookworst is volgens mij, of volgens mij, dat is echt, want de eerste aflevering of de eerste twee afleveringen zijn ook op het Noords Ark kanaal. Was echt meer, hij had een nieuw album en die had gewoon geen zin om uh, uh, naar allerlei programma's te gaan. En, en Jiggy die heeft heel lang uh, wilde Haderd podcasts uh, gedaan. Waar ook, ook nog teruggeluisterd. Uh, uh, ja, heel tof. En waar heeft ook, dus ik denk dat heeft daardoor deels ook geïnspireerd. Ik dacht van: hé, hey, we doen dit soort dingen al. En, uh, dus die is toen in de kelder bij het topmuntkantoor uh, 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 <laughs> Eerste aflevering gemaakt. En het was zo'n succes dat we toen nog één gingen maken. En toen hebben we gedacht: van ja, we hebben het over gehad. Moeten we niet hiermee, uh, hiermee doorgaan? Dit kunnen we niet loslaten. Nee, dus vanuit daar zijn we, we hebben nog steeds. We hebben heel veel meer plannen. En heel veel dingen die we nu komend jaar gaan. Uh, uh, doen En. Uh, ja, hopelijk verder uitbreiden. Ik kan me iets vaags herinneren uit een podcast van. Als het goed is, weet niet of dat de rookworst was, maar dat is een verhaal met uh, Willem Holleder. Ik weet niet, het is echt heel vaag, dus ik weet niet meer precies hoe dat zat. En ik heb het er ook nog over gehad met mijn broer. En we hadden beiden geen idee meer waar dat van hangt. Ik weet niet of jij een idee hebt, maar ik dacht, ik vraag het toch nog even. Uh, nou, volgens mij, ik weet niet, ik heb bij rookworst. Uh, uh, ben ik twee keer geweest, geloof ik. En uh, ik moet wel zeggen dat er wordt zoveel gedronken... dat ik op een gegeven moment ook <laughs> allemaal niet meer zo goed weet... wat, wat, er, wat ik gezegd heb. Maar wij, wij hebben op een gegeven moment... Uh, uh, ik heb te maken gehad toen met Willem Holleder... omdat hij met Lange Frans een liedje had gemaakt. Misschien dat het daarover ging. En uh, ik vond het toen helemaal niet zo'n goed idee... om muziek uit te gaan brengen van, uh, met Willem Holleder op. Ik denk, ja... Wat als hij nou niet eens is met zijn royalty statements? Ho, 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 hij gaat toch heel anders om met, met conflict situaties dan ik. Dus dat was meer. Dat ik dacht van. Ah, en toen had ik tegen Frans uh, gezegd: van, Weet je, we, 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 want ik dat zei dat ook maar niet tegen Frans. Want die was zo dik met hem. Dus ik dacht, ja, dan gaat hij dat tegen Holler vertellen. En zeggen, dan ben ik helemaal uh, de sjaak. Dus toen had ik tegen Frans: gezegd, We moeten het liedje gewoon gratis weggeven als gratis download. Dan hebben we, dan hebben we ook geen contracten. Maar Frans wilde het per se dat hij dacht dat het een hit werd. Dus op een gegeven moment ben ik met mijn, uh, met mijn, uh, mijn gezin aan het uh, ergens aan het eten. En belt dus Lange Frans en die zegt: uh, Ik geef het je Wim even. En zit ik dus daar met mijn dochter op schoot uh, met Willem Holleider te onderhandelen over, uh, over de deal. En, waar hij, en ik, ik zei toen gaf toe heel Universal. Ik zei: Nou, maar Universal wil het niet. Wat, ik had ze niet eens voorgesteld. Ik bedoel, wel vrij zeker als ik dat tegen Universal had gezegd. Dan ben je gek in je hoofd. Dus ik zei dat tegen hem en hij zei, nee, maar ik teken alles. Dat is geen probleem. En dat is echt zo, hij heeft heel erg meegewerkt... en heel erg uh, contract meteen ondertekend. En, uh, uh, maar het was gewoon een grappige anekdote, denk ik... die na uh, een paar glazen Hennessy uh, veel leuker klonk dan nu. Dat zou heel goed kunnen. <lacht> <lacht> heb, je ook, heb je elkaar daarna nog gesproken? Nee, of gelukkig of gewoon, nee. Nee, Ik ben niet zo... Uh, ik heb niet per se de behoefte om heel veel uh, beroepscriminelen te ontmoeten. <laughs> um, we gaan richting het einde... De kleine Kees, de koning. Ja. Hoe denk je uh, dat hij zou denken over de jou als persoon? Nu? Ja. Uh, goeie vraag. Weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik denk, dat, uh, ik denk wel dat ik een stuk uh, sterker ben uitgevallen dan dat ik dacht dat ik was toen ik kleiner was. Dus mentaal sterker bedoel ik. Ik vond het best wel. Uh, vond het leven best wel uh, ingewikkeld. Uh, ik kon, was ook niet. Ik had ook niet heel veel uh, uh, vriendjes. Ik kon niet zo goed... Oh, uh, nou, nee, niet dat ik dat nu trouwens wel heb. Maar nu, nu, uh, um, ik was een beetje de laatste gekozen bij Gim, zou ik maar zeggen, achtig. Nou, en ik denk dat ik... Nu, nu maken dus uh, mensen liedjes over me. <laughs> ik kan me voorstellen dat dat, dat dat heel leuk zou zijn voor de kleine Kees... die net niet gekozen was bij Gim, zou ik zeggen. En, dat, um, en verder denk ik dat... Daar dat ben ik heel blij met... Ik was als kind ook heel veel geïnteresseerd dus in veel verschillende dingen. Of het nou tekenen was, of toneel. Of ik vond al, was gewoon heel creatief en, en obsessief. Dus als ik iets leuk vond, wilde ik ook daarin uh, uh, de beste worden. En, en ik denk wat dat betreft dat ik een heel rijk leven heb met heel veel verschillende ervaringen steeds. En ik heel erg die, die, die honger kan voeden nu. En daar uh, ook nog eens uh, uh, voor betaald wordt. En, uh, en voor gewaardeerd. Dus ja, ik best wel denk dat dat wel echt... Uh, heel fijn is voor kleine Kees. En voor grote case trouwens ook. <laughs> wat ik heel gruwelijk vind, is dat je het elke keer weer hebt... over die creatieve kleine Kees. En dat die lijn in principe gewoon is doorgetrokken... Ja. naar de persoon die je nu bent. Ik vind dat zo vet om te horen. Um, als we mogen omdraaien... de Kees die je nu bent... wat zou je kleine Kees graag nog uh, mee willen geven? Uh, nou ja, dat is allemaal... Uh, op zich allemaal goed komt en ik denk ook wel dat je uh, maar ik denk dat ik dat ook toch wel op een gegeven moment ook zelf doorkreeg. op wat ik zei dat ik best wel jong was dat ik die waardering kreeg door te gaan tekenen voor de, voor een krant en daar geld mee verdiende dat is wel echt denk ik voor mij een een ding dat ik dacht van oh wacht heel even weet je datgene wat ik heel leuk vind is ook een soort superpower uh, die al die andere mensen die die weet je die wil met je van je klasgenoten en je leeftijdsgenoten wil je natuurlijk ook je wil, ja, je wil een plek in zo'n groep. En ik dacht, van, oh, daarmee, dat maakt je uniek en bijzonder. En dat vinden mensen... Je, je hoeft niet per se het beste te kunnen voetballen... of het langste te zijn of het knapste te zijn. Je kan ook iets anders. Het kan ook een special power zijn. Ja, je kan die erkenning gewoon krijgen. Ja, dus ik heb mezelf net iets eerder dat zelfvertrouwen gegund. Maar aan de andere kant is onzekerheid ook wel soms goed... Uh, om, om dingen te leren en, en om jezelf uit te dagen. Als je te veel comfortabel bent, dan, dan sta je ook een beetje stil, denk ik. Dus wat dat betreft is het misschien goed zoals het was geweest. Maar ik, ik was wel een beetje... Ik was wel, denk ik, een wat, uh, uh, hoe zal ik zeggen, nou, een beetje zwaar. In mijn herinnering was ik wel zwaar op de hand. Ik was wel een beetje somber uh, soms over dat ik het gewoon een beetje, een beetje eenzaam vond. Is dat nu anders? Nee, ik ben nog steeds wel een beetje somber. <laughs> Alleen weet ik, dat, ik me, dat het nu allemaal aan mij ligt. Gelukkig. En accepteer ik dat het gewoon mijn persoonlijkheid is. Oké, okay. uh, voordat ik ga eindigen. Ik eindig ook altijd met dezelfde vraag en die is dan wel, uh, dan wel gewoon hetzelfde. Wie zou je hier nog willen zien? En daaraan toevoegen, kan je mij met diegene connecten? Oh ja, dat is moeilijker. <laughs> Precies. Uh, ja, moeilijker. Ik zou, uh, ik zou Anouk hier wel willen zien. Maar ik weet niet of ze het doet, als ik het er vraag. Ik had ook vandaag een afspraak met Ren. Het was een afspraak waar ik bij moet zijn. En toen, uh, uh, normaal zou ik alles afzeggen. Ik zeg: Ja, sorry, ik heb deze afspraak staan. En ik ga hem niet afzeggen voor je. Uh, Echt een tof En toen heb ik een linkje gestuurd naar uh, uh, de aflevering met Nesim. Dus ik ga checken of ze het gekeken heeft. Dan ga ik Dankjewel. dan vragen of ze, of ze een keer kan langskomen. Het zou heel tof zijn. Ja. Ik wil je heel erg bedanken. Ik hoop dat je het leuk vond. Heel leuk. Jij heel erg bedankt. Voor jullie. Voor de door. gastvrijheid. Voordat we eindigen heb ik nog twee kleine cadeautjes voor je. Ik heb hier. van de Sorry, ik moet natuurlijk een beetje in de microfoon praten. Ik heb hier van de sponsoren twee cadeautjes. Deze is van Hygienekliniek. Ik weet niet of je bekend bent met cupping. Nee. Het zijn van die cups op je rug. Oké. Okay. En uh, dat zuivert je bloed. Oké, okay, klinkt Dus eng. het klinkt eng, maar het is echt heel goed voor okay. je. Dus ik raad je heel erg aan om, om het te gaan proberen. Dankjewel. Deze is voor jou. Dank je, vriendelijk. En daarbij komt ook nog. Jeetje, hier je komt Van er. Van PurePath. Ik heb de trui ook aan. Oh, leuk. En uh, dat is een. Als het goed is, een trui. wel. Uh, als het goed is. Alsjeblieft. <laughs> ja, <laughs> ik heb ik het toch niet zo goed gecheckt. <laughs> nou, heel erg bedankt, lief. Alsjeblieft. Ja. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. Salaamu alaikum.